Ik ben John van Helderen. Ik ben sinds 2003 chauffeurbelader bij het Brabants Afvalteam. Ik ben chauffeur op deze Scania P280. En die auto die bevalt uitstekend. Mijn naam is Bob Broks. Ik ben teamleider bij het Brabants Afvalteam en verantwoordelijk voor het wagenpark en de inkoop. Als overheid zijn wij aanbestedingsplichtig, dus op voorhand kan ik nooit zeggen wat voor auto dat wij rijden. Het kan elk merk zijn. Wij vinden de chauffeur heel belangrijk. De beoordeling, die wegen wij heel zwaar mee in een aanbesteding. Dat de chauffeur krijgt wat hij wil en dat hij met plezier 10 jaar lang op zijn auto rijdt. In een ergonomiebeoordeling, zoals wij met een aanbesteding doen, staat de chauffeur eigenlijk centraal. Die gaat echt met een auto rijden, hij kijkt naar de cabine, hoe zit hij, de rij-eigenschappen, al dat soort zaken. Gewoon eigenlijk alles wat hij prettig vindt. Dan komt het niet op de kosten aan, maar echt op wat wil de chauffeur. Ik heb heel veel ruimte in de cabine, dus ik kan alle kanten op. Het zicht is goed. Ik kan mijn eigen goed achter het stuur, alles is goed te verstellen. We hebben een elektrische aangedreven belading. Dat scheelt natuurlijk heel veel in het geluid. Ideaal stuk gereedschap. De loop der jaren hebben wij 27 Scania's hier rondrijden. Er komen er nu nog 2 aan. Die worden volgende week afgeleverd. We zetten ze in de verschillende takken van dienst. Ondergrondse voertuigen, dus met de kraan ondergrondse containers leegmaken. In de huis-aan-huis inzameling, de duobakken zoals jullie gezien hebben. De wijkopslagcontainers. En als de auto's na 10 jaar afgeschreven zijn, dan gaan er velen nog door als strooier. De doelstelling van de gemeente Tilburg samen met nog vele andere gemeentes is om vanaf 2030 met zero-emissievoertuigen te gaan rijden. Ook wij zijn daar volop mee aan het kijken van hoe we dat beste in kunnen vullen. En wij hopen dat ook Scania daar in de toekomst ons iets in kan gaan aanbieden.